Welkom iedereen in dit webinar over online veiligheid. We hebben hiervoor vandaag speciaal Sefon Web uitgenodigd. We gaan Katrien Eggers als woordvoerster van het CCB en vertegenwoordiger ook van Sefon Web vandaag aan het woord laten. De bedoeling is dat jullie eigenlijk meer tools, meer tips meekrijgen om te weten wat online veiligheid inhoudt, hoe jullie ook veiliger kunnen werken persoonlijk, maar ook naar jullie cursisten toe, de personen die jullie begeleiden in jullie werk. En we gaan daarom dus ook doorgaan naar een presentatie van al het campagnemateriaal, de pedagogische hulpmiddelen die er bestaan. Indien jullie vragen hebben, nodig ik jullie ook uit om die in de chat te stellen, schriftelijk, zodat we daarop, ofwel tijdens de presentatie schriftelijk op kunnen antwoorden, ofwel mondeling op het einde van de presentatie. Het webinar wordt, zoals ik net zei, opgenomen, zodat jullie van de replay kunnen genieten. En we verzoeken jullie om jullie micro uit te laten. En voor diegenen die niet in beeld willen komen, jullie camera's af te zetten. Online veiligheid. Het grootste deel van de presentatie zal Sefon Web gebeuren. Dus alvast dankjewel, Katrien, voor de presentatie. We gaan jullie ook even gidsen door het bestaande pedagogisch hulpmateriaal dat op 123 Digit staat. En indien er vragen zijn, en we hopen dat jullie vragen hebben om jullie begeleiding te verbeteren, of indien jullie praktische vragen hebben, dan kan dat zeker op het einde. En we gaan zeker graag in gesprek met jullie rond online veiligheid. We hebben vandaag dus een woordvoerster van het Centrum voor Cybersecurity België, Katrien Eggers, dat ook voor Sefon Web werkt. Zij gaat vandaag de presentatie doen. Hartelijk bedankt, Katrien, dat je erbij bent vandaag. En voor de presentatie, ik geef aan jou het woord, zodat jij je presentatie kan doen. En ik nodig je uit om je scherm ook te delen. Oké, dank u Thomas voor de introductie. Dan zal ik mijn scherm delen en kunnen we van start gaan. Hè? Voilà. Ja, we zien je scherm goed. Ja, presentatiemodus. Mijn computer is een beetje traag, dus ik hoop dat ik niet veel vertraging zal hebben. Dat mijn woorden en mijn beelden een beetje overeenkomen. Ja, bedankt Thomas voor de uitnodiging en bedankt iedereen om aanwezig te zijn. Ik ga jullie vandaag Sefon Web een beetje voorstellen, maar er was me ook gevraagd om iets te vertellen over veiligheid van bij het gebruik van smartphones specifiek. Dus daar gaan we ook een deel van de tijd aan besteden. Als er achteraf nog vragen zijn, ook na de presentatie, aarzel niet om Sefon Web of om mij persoonlijk te contacteren. Wij zijn altijd bereid om jullie vragen te beantwoorden. Ik weet niet of jullie Sefon Web kennen. Ik hoop het een beetje van wel, want ik heb dus begrepen dat jullie eigenlijk al wel eerder expert zijn in internet en cyberveiligheid en dat jullie die kennis doorgeven aan anderen, wat dat wij fantastisch vinden. Dat is ook de reden waarom dat wij ingegaan zijn op deze uitnodiging, omdat we denken dat we door jullie te informeren over ons aanbod, dat jullie dat dan hopelijk goed kunnen gebruiken in jullie lessen of in jullie presentaties of whatever. Dus misschien een klein beetje achtergrond. Het Sefon Web is eigenlijk een product of een dienst van het Centrum voor Cybersecurity België. Wij werken vaak samen met de Cybersecurity Coalition. Dat is eigenlijk een samenwerking tussen academische sector, private sector en publieke sector. Daar wordt een netwerk eigenlijk waar veel informatie gedeeld wordt over cybersecurity. Elke maand in de maand oktober sluiten wij aan bij de European Cybersecurity Month, dus een Europees initiatief dat cybersecurity in de kijker zet, precies in de maand oktober.
Daar hangen wij onze campagnes altijd aan op. Nu, Save on Web, hoe kan je Save on Web kennen? Onze missie van Save on Web is eigenlijk continu eenvoudige, correcte, gemakkelijk toegankelijke informatie ter beschikking te stellen aan de hele bevolking. En de basisplaats waar je die informatie kan vinden, dat is onze website. Op onze website vind je algemene veiligheidstips, ook nieuwsberichten waar we dan waarschuwen voor actuele, bijvoorbeeld phishingberichten die de ronde doen. We hebben ook dus jaarlijks een campagne in de maand oktober. Dat campagnemateriaal kan je altijd terugvinden op de website. Het campagnemateriaal van de campagne van dit jaar, maar ook de materialen van voorbije jaren blijven beschikbaar. Dus voor jullie specifiek zou ik zeggen, ga zeker eens neuzen op de website. Niet alleen in het luikje lesmateriaal dat je daar ziet, waar een aantal concrete zaken voor lessen staan, maar ook bij campagnemateriaal. Want ik denk dat je daar ook soms interessante dingen kan vinden die we gedaan hebben in voorbije campagnes. En dan nuttige links en een contactformulier. Nu, Save on Web is niet per se, is geen helpdesk of zo, dat hebben wij niet. Dus mensen met vragen worden eigenlijk verzocht om hun informatie te zoeken op de website, kunnen eventueel naar een e-mailadres een bericht sturen, maar dat is niet onze core business. Dat is wat we eigenlijk niet doen. Naast onze website zijn we ook vrij actief op Facebook, want we hebben daar al een redelijk trouw publiek op Facebook. Dat zijn niet de jongste mensen die je daar vindt, maar mensen, laat ons zeggen, tussen 30 en 60. En we zien dat daar mensen zijn met echt een redelijk basic of zelfs laag niveau die ons daar volgen. En via dat kanaal proberen wij toch zo de basistips van veilig online te zijn door te geven. En we hebben het gevoel dat dat goed werkt bij ons bij Facebook. Recent hebben we ook een Instagram-pagina gemaakt. Dat begint stilletjes op gang te komen. We willen daar een jonger publiek mee bereiken. Maar dat lukt nog niet voor 100%. Maar voilà, het is een nieuw kanaal waar we nu echt energie aan het insteken zijn om een ietsjes andere doelgroep ook te bereiken. We zitten ook op X. Er staat nog het logootje van Twitter. Maar naar ons gevoel is dat niet het kanaal waar wij eigenlijk moeten zijn om de gewone burger te informeren. Maar we houden het kanaal, want we hebben het en het is een kleine moeite om het te onderhouden. En we bereiken daar misschien dan toch die mensen mee die we via andere kanalen niet zouden bereiken. Dan hebben we ook een YouTube-kanaal en dat kan wel leuk zijn voor jullie om daar eens in te gaan neuzen, want daar zitten al onze filmpjes, ook oudere filmpjes. Ik bedoel dan van 2, 3 jaar geleden rond allerhande thema's. Ik denk dat het altijd interessant kan zijn om een les of een event of een presentatie te laten voorafgaan of een van onze filmpjes te gebruiken om dat een beetje interactiever te maken. Even aan de volgende slide. Ja, nee, ik ga toch even terug, want naast YouTube hebben we ook nog de Save on Web app. Een app die je kan installeren op je telefoon. En die app waarschuwt eigenlijk voor recente dreigingen. Bon, dreigingen, dat is een groot woord. Meestal waarschuwen wij voor het zoveelste phishingbericht dat weer de ronde doet. Of de scam die actueel is op dat moment. Dus dat zijn onze kanalen. Dat is één ding waar we energie in steken om dat goed te onderhouden, om dat heel laagdrempelig te houden. En dan het volgende luik is onze campagnes. Ik geef er enkele voorbeelden van voorbije campagnes. Een oudere campagne al was rond phishing. Ik ben nogal een chanceur. Ik heb deze week al dit en dat gewonnen. En aan die campagne was een soort phishing-test gekoppeld. Die test is nog altijd online. En eigenlijk, raar genoeg, nog altijd vrij actueel. Dus die kan je eigenlijk ook nog gebruiken om valse berichtjes te herkennen. Maar ik heb van Thomas vernomen dat zij al iets nieuwer en misschien moderner en interactiever aan het klaarmaken zijn. Maar voilà, dit staat nog altijd ter beschikking, kan nog altijd gebruikt worden. Want mijn aanvoelen is ook wel dat toen in 2017 moesten we echt nog aan mensen vertellen, niet elk bericht dat je krijgt is juist, is correct. Nu zijn we al een hele stap verder. De meeste mensen weten dat er valse berichten circuleren. Dat wil niet zeggen dat ze nog altijd niet klikken of dat ze niet in de val trappen. Maar ze weten op zijn minst wel dat niet alles wat je per mail krijgt te vertrouwen is.
Dus in elk jaar gaat onze campagne rond een ander thema. In 2018 was het thema mensen aanmoedigen om backups te maken en updates uit te voeren. Iets technischer voor sommige mensen, bon, alhoewel dat dan nog niet super technisch is, maar we merken wel dat dat al voor een bepaald publiek een serieuze opdracht is om dat uit te leggen waarom dat belangrijk is. In 2019 was de campagne opnieuw rond phishing en je zal zien dat eigenlijk sinds dan elke 2 jaar de campagne over phishing gaat. Omdat ik denk dat jullie dat ook zullen erkennen. Phishing is toch wel een zeer groot probleem en eigenlijk ja, een belangrijke toegangspoort voor cybercriminelen om zowel bedrijven aan te vallen als individuele internetgebruikers. Dus waarschuwen rond phishing blijft altijd belangrijk. In 2020 hadden wij, vond ik zelf, een hele leuke campagne. Die qua slogan nogal misschien de ogen deed fronsen van wachtwoorden zijn niet meer van deze tijd. Nee, wij vinden dat nu nog altijd, gelukkig. Maar we vonden dat in 2020 al, dat wachtwoorden niet meer van deze tijd zijn. Je kan je accounts niet fatsoenlijk beschermen met alleen een wachtwoord. Want wachtwoorden kunnen gehackt worden, wachtwoorden kunnen gestolen worden of geraden worden. Elke account zou moeten beschermd worden met 2-stapsverificatie. We hebben dat toen proberen uit te leggen aan de hand van een leuk filmpje dat je ook nog op ons YouTube-kanaal kan vinden met 2 ridders die nogal een hilarische situatie mensen aanmoedigen om 2-stapsverificatie in te schakelen waar mogelijk. In 21 opnieuw rond phishing. En nu ga ik het eventjes meer hebben over de campagne van vorig jaar. De campagne van vorig jaar ging over hoe je smartphone veilig houden, maar meer in bepaald rond één bepaalde boodschap. Namelijk het downloaden van applicaties op je smartphone. Want dat had toch wel een gevaar in en minder mensen zijn daarvan op de hoogte. En dus nu ga ik een beetje meer in lesmodus, zeg ik jullie, eigenlijk al onze tips geeft rond het beveiligen van smartphones. Want ja, het is geen geheim, hè. Iedereen weet het. Steeds meer mensen gebruiken een smartphone. En zo'n smartphone, dat is een kleine computer die in je broekzak zit. En ik vertel dat altijd als, ik neem dat toch altijd als voorbeeld. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar als ze mij vragen, wat is het ergste om te verliezen? Je smartphone of je portefeuille? Ik moet daar geen seconden over twijfelen. Als mijn smartphone weg is, dan ja, ben ik in pure paniek. Ik heb hem zo eens 1 keer kwijtgespeeld in een sanitair winkel. Het zweet brak me uit. Ik heb hem gelukkig teruggevonden. Het was een toen pas heb ik beseft van ja, we kunnen eigenlijk niet meer zonder dat ding. Als dat kwijtgeraakt, dan dat is erger dan je portefeuille kwijtgeraken. Te meer omdat er bij de meeste mensen toch geen geld meer zit in hun portefeuille, maar alleen maar kaart. Maar dus, smartphones, iedereen gebruikt ze. Niemand kan nog zonder. En ik denk, jullie doelpubliek hebben misschien geen vaste computer, maar hebben zeker en vast wel een smartphone. Of de kans is toch heel groot dat ze een smartphone hebben en dat dat hun belangrijkste toegangspoort is tot het internet. Nu, criminelen weten dat ook. En die gaan zich dus hoe langzaam meer toeleggen op het hacken en het, ja, het misbruiken van de smartphone. En dan, waar moet je eigenlijk op letten om dat toestel veilig te houden? Ja, in eerste plaats, het heeft niks met cybersecurity te maken, maar de fysieke beveiliging. Zorg dat je hem goed bij je houdt, dat je hem niet zomaar ergens laat liggen, dat je hem niet in je broekzak laat zitten. En bescherm hem met een code, zodat niet zomaar iedereen die je smartphone vastkrijgt, er ook iets mee kan doen. En dat is toch wel een tip naar jongeren die daar nogal nonchalant mee omgaan. En die dan bijvoorbeeld, ze zijn zitten in groep, de ene pakt de smartphone van de andere af, die is niet beveiligd, die kan erin. Ja, dan kan die persoon eigenlijk, en ze doen dat voor de grap, maar het is niet altijd grappig, die kunnen dan op elkaars social media dingen beginnen te posten. Zo zijn er gevallen bekend waarvan dat de telefoon van iemand afgenomen is. Die vriend, bon, zogezegde vriend, begint dan dingen te posten via social media die nogal beledigend zijn naar anderen. Ja, dan kan dat natuurlijk wel als een boemerang terugkomen naar jou. Want jij krijgt dan de schuld dat die boodschap of die belediging van jou zou kunnen komen. Dus
denk er toch maar na, of vertel toch maar aan mensen dat het belangrijk is dat zij alleen dat toestel kunnen bewaken en dat zij alleen daar toegang toe hebben. Een volgend domein, dat is ja, de online veiligheid dan. En dat zijn tips die gelden ook voor elk toestel waarmee je online gaat. Dus niet alleen je smartphone, maar leer phishing herkennen. Leer andere scamtechnieken herkennen, zodat je op die manier niet, geen slachtoffer wordt. En dan uiteindelijk het laatste luik, het iets technischere luik, maar toch heel belangrijk. Beveilig je systemen en denk na over welke apps je installeert op je smartphone. Voilà. Dus criminelen, dus zei ik eigenlijk al, het aantal smartphones stijgt en tegelijkertijd stijgt ook het aantal virussen voor smartphones. In het begin was dat nogal een marginaal gegeven. Smartphones die waren daar nog wel goed voor beschermd, of er waren gewoon minder virussen die de ronde deden die een smartphone kunnen besmetten. Maar dat is nu eigenlijk stilletjes aan het veranderen, omdat criminelen ook wel doorhebben dat dat ene ding in de broekzak wel het ding is waar mensen online mee gaan. Dus de boodschap van de campagne vorig jaar was: oké is niet altijd oké. Oké klikken op uw toestel om iets te downloaden, dat is niet altijd oké. En waarom was dat vorig jaar het thema? Ik weet niet of jullie zich dat herinneren, maar vorig jaar, niet deze zomer, maar de zomer daarvoor, heeft er een virus, een mobiel virus de ronde gedaan. Dat was het Flubot-virus. En in België alleen werden toen duizenden smartphones besmet. En hoe werden zij besmet? Door mensen die een berichtje geopend hadden dat van post leek te komen, waarin gevraagd werd om iets te downloaden. Op het moment dat ze dat downloaden, werd er eigenlijk een applicatie op hun gsm gedownload, het Flubot-virus. En basically had dat toegang tot het volledige toestel. Ook tot de bank-apps die erop stonden. Dus dat virus kon heel veel schade aanrichten. Plus, wat deed dat virus ook? Dat ging onmiddellijk naar alle contacten en stuurde hetzelfde phishingberichtje door naar al je contacten. Dus in enkele dagen tijd zijn er toen duizenden, miljoenen, op een bepaald moment, denk ik, is er een dag geweest dat er 2 miljoen valse sms-berichtjes zo de wereld ingestuurd werden door dat Flubot-virus. Dus dat was toch een beetje de aanleiding om dit toen als campagnethema te nemen, om mensen te doen nadenken van niet zomaar iets downloaden op je smartphone, want dat kan dus ook wel een virus zijn. Trouwens, misschien even in de kantlijn, er is nu een project gelanceerd waarbij Proximus en in de loop van de maand trouwens andere operatoren ook valse sms gaan kunnen blokkeren nog voor ze bij de mensen in de mailbox of als tekstbericht gaan verschijnen. En dat is ook eigenlijk dit Flubot-virus is de aanleiding daarvan geweest om dat project de wereld in te sturen. Dus dat is wel een goede zaak. We zullen toch minder smishing-berichtjes, zoals wij die noemen, de ronde doen als dat project volledig uitgerold is bij alle operatoren. Ja, dan ga ik eventjes. Dus bij elke campagne hebben we altijd een materialen zoals affiches, banners, soms ook radiospotjes. En altijd ook een videootje dat een beetje een teaservideo is. En ik ga dat van vorig jaar eventjes tonen. Maar zoals gezegd, al onze videootjes kan je gaan opzoeken op ons YouTube-kanaal. Ik ga dit eventjes afspelen. Sur OK n'est pas toujours OK. Téléchargez uniquement depuis les stores d'appli fiables. Oei, het was de Franse versie. Dus mijn collega heeft de Franstalige presentatie een uurtje geleden gegeven en ik heb de video niet juist gezet. Maar jullie vinden dus al onze video's, al onze materialen zijn trouwens beschikbaar in vier talen.
Nederlands, Frans natuurlijk, maar we stellen ze ook ter beschikking in het Engels en ook in het Duits als derde landstaal. Voilà. Hoe krijg je nu dus zo'n mobiele malware of zo'n virus op je toestel? Via een app, hè? Als je toestel niet up-to-date is, of eventueel via een verdacht berichtje of een voicemail. En dit is eigenlijk de basisinformatie van hoe bescherm je nu je smartphone. Dus download alleen apps uit officiële appwinkels. Want als je dat niet doet, dan kan het wel zijn dat je een app installeert die een virus bevat. Dus wil dat zeggen, als je een link krijgt in een berichtje en je klikt daarop om iets te installeren, dan ga je niet via zo'n officiële winkel. En dan kan er dus wel een probleem mee zijn. Waarom zijn die in die officiële winkels veilig? Nu, die zijn ook niet voor 100% veilig, maar die worden wel heel erg gecontroleerd. En als er problemen opduiken, worden die uit die officiële appstores gehaald en verbeterd. Of komen ze er nooit meer in. Dus er is daar toch wel een extra beveiliging. Daardoor is het veel veiliger om dat via die weg te doen. Belangrijke tip. Kijk altijd uit voor verdachte berichten. Klik niet in berichtjes. Klik niet op links in verdachte berichten. En download al zeker niets dat je via een verdacht bericht gekregen hebt. Ook een belangrijke. Negeer veiligheidswaarschuwingen niet. Als je... Bijvoorbeeld in het geval van dat Flubot-virus moesten mensen echt een aantal keren een beveiligingswaarschuwing negeren. Dus er werd gevraagd om een link te klikken, dan werd er gevraagd om een applicatie te downloaden. Op dat ogenblik kreeg elke gebruiker de melding van pas op, dit is geen officiële app. Of allez, ik weet niet meer precies wat er in de waarschuwing stond. En toch hebben toen 9000 mensen die waarschuwing gewoon genegeerd en zijn ze verder gegaan om dat toch maar te kunnen installeren. En dan een volgende tip. Als je een app installeert, dat is ook, ik denk wel een tip die jullie allicht ook wel geven. Als je zo'n app installeert, wordt er vaak toegang gevraagd tot andere gegevens, bijvoorbeeld je foto's, je contacten, je locatie. Ja, denk toch altijd twee keer na of dat wel nodig is voor die app. We geven altijd het voorbeeld, een rekenmachine-app, die hoeft echt niet te weten waar je bent, die hoeft je foto's niet te zien en die hoeft je contacten niet te kennen. Laat staan je locatie. Dus denk toch twee keer na voor je toegangen geeft wanneer je een app installeert. En tenslotte een tip in dit geval, maar ook een tip die heel algemeen is. Als er gevraagd om updates te maken, doe dat dan ook zo snel mogelijk. En een andere belangrijke tip die daarmee verband houdt is, sluit je telefoon regelmatig af, want bij het opnieuw opstarten gebeuren sommige van die updates automatisch. En hoeveel mensen doen dat eigenlijk regelmatig hun smartphone afzetten? Ik betrap er mezelf op dat dat ding eigenlijk vaak veel te lang blijft aanstaan en dat we vaker de reflex moeten hebben om die eens uit te zetten en helemaal opnieuw op te starten. Op die manier gebeuren er al een aantal veiligheidsupdates die dat echt wel nuttig zijn. Voilà. Ja, ik heb eigenlijk al bij het overzicht alle stappen overlopen, dus ik ga er nu snel over gaan. Download enkel apps uit de officiële appwinkels. Kijk uit voor verdachte berichtjes op je gsm, vooral via sms'jes en WhatsApp berichtjes. Waarom nog meer op je gsm? Omdat er toch uit onderzoek gebleken is dat mensen op hun smartphone nog minder aandachtig zijn dan op hun laptop of op een computer, omdat ze vaak aan het multitasken zijn. We zijn aan het wandelen en zitten gauw een berichtje te bekijken. We zijn tv aan het kijken en zitten een berichtje te kijken. Dus de kans dat je op een link klikt als je op je gsm bezig bent, is nog groter dan wanneer dat je gewoon op je laptop of computer bezig bent. Negeer de veiligheidswaarschuwingen niet. Dat is eigenlijk de waarschuwing die mensen kregen van wil je het installeren? Ja of nee? Ja, ik ga het toch maar installeren, zelf al weet ik niet of het nu veilig is of niet. Niet doen. Geef alleen minimale toegang aan je apps, dus allow once of while using the app of don't allow at all. Maar denk er toch twee keer over na voordat je een bepaalde toegang voorziet. En zorg dat al je smartphone en in één beweging eigenlijk al je toestellen steeds up-to-date zijn. Voilà.
Wat moet je nu doen als je een onbetrouwbare app hebt gedownload? Wel, installeer een antivirus en laat die zijn werk doen. Dat is niet soms, dat is een moeilijker advies op een gsm, want niet iedereen heeft dat staan op zijn gsm. Maar dat kan toch soms wel een oplossing zijn. Als er zo'n app tussen je apps zit, en dat is nog misschien een zesde tip, check af en toe eens al je apps en kijk eens wat daartussen zit. Verwijder apps die je niet herkent of die er plots nieuw zijn. Kan je die niet verwijderen? En dat is dus wel eens wat er gebeurt bij zo'n virus. Dan wordt het wel wat ingewikkelder. Want dan ga je je toestel moeten terugzetten naar fabrieksinstellingen. Ik ga dat hier niet volledig overlopen, maar als jullie dat ooit eens willen brengen, hier heb je eigenlijk de volledige informatie daarover. Dat is echt nodig om ervoor te zorgen dat die app echt verwijderd raakt. Want anders gaat dat niet zo lukken. Er zijn twee manieren om dat te doen, waarvan we er eentje ook uitleggen op YouTube. En als je dan die app verwijderd hebt en je bent er zeker van dat die weg is, dan raden we wel aan om de wachtwoorden te veranderen, want die kunnen intussen al gestolen en hergebruikt worden. Om je contacten op de hoogte te brengen, want de kans bestaat dat zij ook hetzelfde valse bericht hebben gekregen dan het bericht dat jij had gekregen. En als je dan op een bepaald moment in je bankrekening rare verrichtingen opmerkt, moet je onmiddellijk contact opnemen met de bank en eventueel Cardstop om je rekening te laten blokkeren. Maar laten we hopen dat de meeste mensen al voor het zover gekomen is, door hadden dat er een probleem was. Meer tips en eigenlijk al deze tips, al deze informatie kan je terugvinden op 7-Up. Dit was eigenlijk de campagne van afgelopen jaar. Ja, dit heb ik eigenlijk in het begin al gezegd. We hebben ook een 7-Up app waar je waarschuwing kan ontvangen. En als je onze campagnes wil delen, al het materiaal is altijd gratis verkrijgbaar op 7-Up. En jullie mogen dat delen, maar niet voor commerciële doeleinden. Maar ik denk niet dat dat bij jullie vaak het geval zal zijn. Voilà, ik denk dat ik mijn verhaal verteld heb. Een beetje misschien in een wervelwind. Voilà. Hartelijk bedankt, Katrien, voor de presentatie. Er waren heel interessante tips dat je meegaf. Ik ga misschien eerst een vraag stellen die in de chat stond. Heb je misschien ondertussen gezien? We hebben enkele personen hier in dit webinar die zeggen dat ze de mobiele applicatie van 7-Up niet hebben kunnen downloaden onder Android 13. Ik moet toegeven dat ik niet weet aan welke Android-versie we vandaag zitten. Misschien kan jij daarop antwoorden? Het kan willen zijn dat het voor veiligheidsredenen de oude versies niet meer ondersteund worden. Maar zeg maar. Ja, het is pijnlijk dat jullie dat al direct hebben opgemerkt. Maar het doet mij ook plezier, want dat wil zeggen dat mensen de app nog wel gebruiken. Maar effectief, er is een probleem op dit moment voor die Android 13 versie. En we hebben die app niet zelf gemaakt, dus we zijn nu bij de leverancier om dat te laten oplossen. En ik kan eigenlijk ook nog geen datum geven wanneer dat die app opnieuw beschikbaar zal zijn voor alle toestellen. Want dat is wel de bedoeling, dat die voor alle toestellen ter beschikking staat. Voilà. Maar het klopt, die informatie. Dankjewel voor je antwoord. Ik ga dan, resteert ons nog even tijd. Ik ga even mijn scherm delen om jullie, zoals beloofd ook, pedagogisch hulpmateriaal te presenteren dat wij op 1, 2, 3 Digit hebben staan rond online veiligheid. We hebben dit jaar een leuk spulletje, Scan the Scam, ontwikkeld voor degenen die het nog niet kennen. 1, 2, 3 Digit is een gratis leer- en begeleidingsplatform, leerplatform voor jullie cursisten. Dus ze kunnen daar ook gratis in een beveiligde omgeving
opleidingen volgen rond digitale basisvaardigheden en online veiligheid maakt deel uit van basisvaardigheden. Want je kan heel goed omgaan met je smartphone, maar als je die mediawijsheid in een zekere zin niet hebt om een frauduleus bericht te herkennen en daar niet op in te gaan, hè, zoals Katrien net zei, niet klikken op de links, verdachte applicaties ook niet installeren, de notificaties negeren van je smartphone die zeggen dat het niet beveiligd is en dergelijke meer. Dus die maturiteit hebben sommige jongere, oudere mensen of andere mensen, iedereen eigenlijk misschien minder. 1, 2, 3 Digit heeft dus een leermiddelenbibliotheek. Jullie kunnen op het thema sorteren. Het gaat over digitale basisvaardigheden, computer, smartphone, maar ook thematisch administratie, e-banking, ouderschap, werkgelegenheid. En wij hebben het over online veiligheid. En jullie zien hier een paar hulpmiddelen staan. Hoe maak je een veilig wachtwoord aan? Veilig op het internet, daar ga ik zo meteen op in. Hoe bescherm je je persoonsgegevens? Zijn leuke opleidingen die jullie met jullie cursisten kunnen volgen. Is interactief, ook met kleine quizjes, met kleine video's. En we hebben, zonder grote verrassing, ook externe content van C4Web staan. Doe de phishing test de digitale gezondheid. Voilà. Dus een paar externe links die wel handig zijn voor jullie. En we publiceren trouwens ook, kom ik later wel op terug, in onze media ook artikels rond online veiligheid. De tips, hoe kan je jezelf beschermen? Wat moet je doen indien je toch in de val bent gelopen en dat je geld kwijtspeelt of kwijt bent? Of je denkt dat je in de val bent gelopen? Zo, het spel dat ik jullie wil tonen vandaag staat onder veilig op het internet en online oefening, heet Scan the Scam. En de bedoeling is dat we samen met de cursisten eigenlijk berichten op een smartphone krijgen en zeggen, is het een fraudebericht, een fraudeleus bericht, of is het een legitiem bericht, is er geen fraude in het bericht dat ik krijg. Je krijgt dus systematisch een smartphone. Dit is een voorbeeld. We hebben 10 voorbeelden geselecteerd die altijd in een willekeurige volgorde gepresenteerd worden. Eens je het bericht gelezen hebt, moet je zeggen het is verdacht of het is niet verdacht. Je krijgt feedback om te zeggen correct. Dit was een e-mail van Pieter Janssens. Ik ken Pieter Janssens. Hij speelt voetbal met mij bijvoorbeeld. Of hij is een collega. Je moet dan verder gaan. Maar moest het wel verdacht zijn, dan moet je zeggen op basis van welke criteria dat het bericht verdacht is. Zo, ik ga jullie een paar voorbeelden tonen om te zien hoe het spel ineen zit. En bericht 1. En ik ga jullie vragen om de chat te gebruiken. En mijn excuses, ik zie dat er heel wat berichten uitgewisseld worden in de chat. Dus dat gaat misschien verdwijnen. Hier, gewone post, er is een probleem opgetreden bij het leveren van uw pakje. Bevestig de verzending op, check pakket, verdacht of niet verdacht. Ik zie Jasper als eerste, verdacht. Annelies ook, verdacht, verdacht. Oké. Okay. Iedereen denkt dat dit verdacht is. Oké. Okay. We gaan zien wat het spelletje zegt als ik klik op verdacht. So far, so good. Dus het was inderdaad verdacht. Maar we moeten dan zeggen op basis van welke criteria. We geven hier een paar criteria, dus het zijn elke keer ook andere criteria, dus weet dat je per voorbeeld of per oefening, per scherm andere criteria gaat hebben. Het nummer van de verzender,
hadden jullie misschien niet naar gekeken. Plus 40, 487, 65, 42, 31. Spelling, zijn er eventuele spellingsfouten? De link checkpakket.info. Datum en uur van verzending. SMS-formaat of het feit dat je dringend actie moet ondernemen om het probleem op te lossen. Ik zie telefoonnummer, nummer zender, ja, nummer, link en dringende actie. Ik ga ingaan op het antwoord van Jasper. Dat de drie vakjes voorstelde, dus nummer. Je zei nog link en dringende actie. Zo. Ik ga dit bevestigen. Het is correct. Dus dank je wel, Jasper, om de drie criteria waarom dit bericht specifiek verdacht is, te hebben gemeld. Je krijgt dan ook, en dat is het pedagogische eraan, je krijgt dan ook elke keer de mogelijkheid om via die kleine knopjes, soms groen, soms rood, te weten eigenlijk waarom dit verdacht is. Een buitenlands nummer is in principe, als het over een officieel bericht zou moeten zijn, is wel verdacht. Plus 32 is het nummer voor België. Dus als je daar een buitenlands nummer ziet, iets anders dan plus 32, hier plus 40, is dat verdacht. Het woord probleem. Ze willen vaak de dringendheid en problemen snel ervoor zorgen dat je snel klikt, doorklikt, omdat niemand graag met problemen blijft vastzitten. En dan ook de link checkpakket.info is geen officiële of erkende website. Een tweede voor de oefening. Een voorbeeld dat ik ben een chanceur. Voilà. Het is een geluksdag en proficiat iedereen. Je hebt net 10.029,35 euro gewonnen via de Nationale Loterij. Verdacht of niet verdacht? Ik zie de meesten die zeggen verdacht. Absoluut. Het is inderdaad verdacht op basis van verschillende criteria. Het is te mooi om waar te zijn. Is ook trouwens een knipoog naar het campagnemateriaal van Fabelfin. Fabelfin is vertegenwoordiger van de bankensector. Zij doen ook heel veel campagne rond en sensibilisering rond online veiligheid. Als het te mooi is om waar te zijn, is het vaak ook niet waar. Logo van Nationale Loterij, verzenddatum, verificatielink, onderwerp en e-mailadres van de verzender. En ik zie dat Annelies zegt dat ze toch wel echt opvallen. Het is waar, maar we zouden ervan verschieten op dat. Ja, op welke links dat mensen toch klikken. En Katrien zei het trouwens net ook. Zelf al krijg je een pop-up van je telefoon. Opgelet, dit is niet. Dit is geen geverifieerde applicatie. Dit is een verdachte link. Zelf als je op een website gaat. Dit is niet de echte website van bol.com. Het is een andere valse website die erop lijkt. Dat mensen toch doorklikken en toch hun bankgegevens of persoonlijke gegevens meegeven. Ik ga even ingaan op wat jullie zeggen. De mooi onderwerp, zag ik. Verificatielink. Ja, oké. Okay. E-mail verdacht. GSM-adres verdacht. Zo. En als ik bevestig, dan ben ik er eentje vergeten. Hè? Dus iemand had het gezegd, maar ik ben er bewust niet op ingegaan. Je krijgt ook feedback als je iets vergeet. En hetzelfde, nationaleloterij@gmail.com is uiteraard verdacht. De Nationale Loterij heeft, hoop ik toch, een weet ik zeker, een eigen domein. Dus alles wat Hotmail, Yahoo, Gmail of andere
gratis e-mail providers zijn, die zijn natuurlijk meer verdacht. Geluksdag, hetzelfde. Alles wat dramatisch, dringend is, alles wat te mooi is, is ook verdacht. Enorme sommen geld of hoge rendementen. Gaan zien, voilà, Amazon, nog een voorbeeldje. Deze ga ik snel met jullie doen. En ik wil eigenlijk doorgaan tot één bepaald scherm. Amazon bestelde artikel, dringende actie bijvoorbeeld. En spelling misschien. We doen een keer zot. Dus je ziet hier een bericht dat er een probleem is met je bestelling. Als je toch zegt, kijk, Amazon logo, ik vind het verdacht. Het is het juiste logo en soms gebruiken ze echte logo's en de namen van echte bedrijven. Maar als je dan kijkt, Amazon met twee Z, dus, met twee keer de letter Z in het e-mailadres, voilà, is verdacht. Dus elke keer die feedback, foto's Ibiza. Deze is dan weer voor jullie, verdacht of niet verdacht? Dus Leo Hernandez stuurt naar mama en papa foto's vakantie in Ibiza. Hey, ik ben terug van vakantie. Wat mis ik het al? Zoals beloofd stuur ik jullie een link met vakantiefoto's via WeTransfer. Tot volgende zondag. Ik vertel jullie alles. Tot dan. Iedereen denkt dat het verdacht is. Herman denkt niet verdacht. En ah nee, Christine ook niet verdacht. Niet verdacht. Oké. Een twijfelgeval dus. Je moet uitkijken met Bitly. Ja, inderdaad. Te weinig info. Je moet hier inderdaad een beetje voelen. Wat is de context? Kennen we Leo Hernandez? Misschien, we gaan er hiervan uit, dat mama en papa, dat dat minder verdacht is. Misschien heette mama en papa, is hun familienaam ook Hernandez. Zo. Het is niet verdacht, hoewel er misschien wel verdachte elementen in kunnen zitten. Geen handtekening, je spreekt de mens aan met hey. Voilà, als je WeTransfer niet kent en niet weet dat ze hun links nu verkorten, hoe het eruit ziet, dan kan dat er verdacht uitzien. Voilà, feedback. Beste Proximus-klant, fijne reis in Frankrijk. In geval van noodgeval, bel naar 112. Dit is een verplicht bericht, je kan dit niet uitschakelen. Niet verdacht. We hebben misschien Proximus klanten in de groep vandaag die dit herkennen. Is inderdaad niet verdacht, hoewel het via een plus 32 een gsm-nummer gestuurd wordt. Dus is inderdaad niet verdacht. En nog een antwoord. Voilà. Dit is eentje waar ik wou komen. It's me. Je moet onmiddellijk je update accounten. Controleer mijn account. Is het verdacht of niet verdacht? Ik zie veel. Ja, Jean-Pierre, verdacht logofout. Verdacht, verdacht. Inderdaad. Sommige dingen vallen snel op. Ik zeg al logo. Voilà. Geblokkeerd, spellingsfouten vermoedelijk, zo. Ja, adresverzender hebben we ook. Typefouten. Spellingsfouten hebben we al. Snel reageren, ja. Oké, ik ga hiermee verder. De knop controleer mijn account.
Iemand zei het, je moet altijd via de applicatie zelf, als je een bank, als je een overschrijving wil doen, ga dan ook altijd via gekende website, gekende applicaties, niet doorklikken op links. Als je twijfelt, ga dan naar je BNP, Belfius, AXA, ING applicatie om een overschrijving te doen, of kijk daar of dat je geen berichten hebt gekregen. Ik ga alle oefeningen niet samen met jullie doen. Er zijn er nog een paar. Ik vond het wel heel leuk om dit met jullie te doen. Dit kunnen jullie trouwens ook met jullie cursisten gebruiken om te tonen op basis van enkele voorbeelden dat één bericht niet per se alle indicatoren, fraude-indicatoren of fraude... Hoe moet ik het zeggen, elementen hebben. Hè? Dus soms is één element genoeg element genoeg om te herkennen dat er fraudebericht is. Soms is het heel moeilijk en herken je ze niet meteen. Sommige berichten, zoals met Leo Hernandez, zijn een twijfelgeval. Dus hangt ook soms van de context af. Staat op 1, 2, 3 digit onder het thema online veiligheid. En zoals ik zei, hebben we heel wat andere thema's die daarop aansluiten ook. En we hebben, en daar wil ik mee afronden, in onze blog, in onze media, ook enkele artikels staan rond online veiligheid. Bijvoorbeeld hier, eerste reflectie in geval van online fraude. Ik voel me niet veilig. Hè. Wat kan ik daartegen doen? Hè? Als digitale begeleider horen we vaak, internet is toch niet zo veilig. Welke argumenten kunnen we gebruiken? En hoe moet ik mij als digitale begeleider ook houden naar die mensen toe? Katrien had het over een dubbele stappenverificatie. Je hebt eigenlijk drie verificatiemethodes. Hè. Wat is een drie-factor-authentificatie? Wat zijn de drie verschillende manieren om eigenlijk te bevestigen dat jij het bent? En het is een combinatie van twee van die drie die inderdaad al een eerste stap, een extra beveiliging bieden. Alleszins, zo staat allemaal op 1, 2, 3 digit. En ik moedig jullie natuurlijk aan om dit te raadplegen. En we gaan natuurlijk ook verder werken hieraan. Als jullie zelf materialen gebruiken, andere materialen dat hier nog niet op staat, ben ik ook geïnteresseerd dat jullie dat in de chat delen. Dat iedereen eigenlijk meer materiaal ter beschikking heeft om zijn of haar lessen te kunnen verbeteren en ook vlot te laten gebeuren. Indien er vragen zijn, ik heb nu de chat wel overspoeld met verdacht en niet verdacht, maar indien er vragen zijn, mogen jullie gerust nu vragen stellen in de chat of mondeling. We hebben nog een paar minuten samen en ik wil, zolang ik nu ik nog even het woord heb, Katrien van bij Safe van Web nog eens van harte bedanken voor haar presentatie. Ik heb jullie in de chat ook het YouTube-kanaal gezet van Safe van Web, waar jullie de verschillende campagnes kunnen vinden van de vorige jaren, van 2022. Met het meisje dat in de gangen van de metro te snel op een link drukt. Die van 2021 was ook wel een grappige, met leuke dialogen tussen een ridder, zijn knaap en een koning. En dan hier met de wachtwoorden in 2020 staat allemaal op YouTube. En Christine stuurt inderdaad een app.lc-link. Ziet er inderdaad verdacht uit, een verkorte link. Maar ik hoop dat het een veilige link is.
Nu, kleine tip, hè. Klikken op de link alleen is niet. Het kan soms onveilig zijn om erop te klikken. Het is ook wat je achteraf doet dat onveilig is. Ik zou sowieso, als het verdacht is, vermijden om erop te klikken. Want soms is de link zelf een automatische trigger om een virus te downloaden. Of een klein pakketje op je computer of smartphone te downloaden. Soms is de link eigenlijk een stap om bijvoorbeeld gegevens in te voeren. En op de link klikken alleen is niet per se onveilig, maar het is het feit dat je je gegevens erachter invult, die dan wel je gegevens in gevaar brengen. Voilà. Om even te nuanceren, maar. Voilà. Wees toch altijd veilig met waarop je klikt. Alle links die wij tijdens de presentatie hebben getoond en gebruikt, gaan wij ook in onze mail sturen. Dus voor diegenen die graag alles op een rijtje hebben, gaan wij dat zeker eens samenvatten per mail. Ik zie geen vragen in de chat. Ik heb ook niemand het woord horen nemen voor vragen. Blijf veilig voor jullie zelf en voor jullie cursisten. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie ons bij WeTakeCare of voor 123digit gemakkelijk contacteren via contact@123digit.be. En we hopen dat jullie cursisten ook naar een veiligere internet of digitale wereld kunnen begeleiden. En we hopen dat jullie dit interessant vonden. Als er geen vragen zijn, dan gaan we jullie enkele minuten voor tijd laten vertrekken. Bedankt allemaal dat jullie erbij waren en wens jullie nog een heel fijne namiddag.